Iets meer ontspanning. Ik zal die riem wel ietsjes langer doen. Of net? Ontspanning in die lijn? Keurig. Een prottemeisken haalt op het stuit een hoen met gedragsproblemen. Iets in corona die het kocht haar. De meesten dienen dat varen hier in een opwelling. En beseft net wat voor werk er achter wij komen zo om varen het beestje te zwargen. Hoenengedragszaakkundige Lutske de Bruin van Kalm biedt er alles van. En had het smoor drok met deze saneemde coronahoen. Het gaat om zo'n 60% van haar klanten. De meeste hoenen die ben natuurlijk kocht in een impuls eigenlijk. Meestal schieten predators. En als een hoen hier is, dan mochten ze Jan dus ook nog naar boeten daar. De hoenen kwamen weer naar je ticht. Dus in de belangrijkste puppyperiode eigenlijk aan meestal geen les of training volgen. Nou ja, vervolgens moet het op het einde nog even gebeuren. En dan zie je dat voor sommige mensen toch best wel zin valt wat een hoen eigenlijk inhoudt. Dus wat ik van Jim wil is dat je hem gewoon de aandacht bij de hoen houden. Let hem mooi naar die zin. Ek Julie Hoeksma van de Westerreen had haar hoen Fregel in coronatijd kregen. Neffens haar wie dat net echt in een opwelling, maar makkelijk gaat het net met Fregel. Eigenlijk alles was leerd op de puppycursus, dat is gewoon nou... Dat ze gewoon oost-indisch doof. En dan krijgt ze dit. Dan zei ze, nou, we gaan weer terug. Dan denkt ze, we gaan weer achteruit. Ja, maar dit gaat goed. En daar lijst de nadruk even op. Ja? Door specifiek te trainen, besiekt Lutske de hoen en haar baasjes weer op het goede spoor te krijgen. Dat was natuurlijk, sowieso de focus op het socialiseren. Hè? Omdat er nou in corona waren er heel weinig mensen op stritten. Dus het is juist eigenlijk dat hoen heel weinig wend binnen. Ik in drokke omgevingen. Toen was eigenlijk zo volle mogelijk de hoen de wereld ontdekken litten. Daarnaast is het natuurlijk fijn dat ze mijn soortgenootjes biatje kennen. En dat ik train met mijn soortgenoten. En dat ze gewoon dat ze een goede baan krijgen. Hen is baas en hoen. Die baan is het allerbelangrijkste. En vanuit daar waar ik is weer verder trainen. Het zou het nou eigenlijk dat jij dus misschien tussen trooien trouwen. Dan was zo graag was het goed doen. Dat is eigenlijk zoveel druk op die hoenlijst. En Lutske zei dus eigenlijk... Hey, ontspannen, ga gewoon rust erin. En dan merkt ze gewoon die hoen dat die voor denkt, oh, ik hoef inderdaad net overal heen of ik kan gewoon mij keuren. Dus dat is voornamelijk wat ik wel heel veel leer. Gewoon blauw rustig en blauw ontspannen. Al met al verwacht het Lutske dat de coronadrokte met hoen nog wel even onhoudt. En zo lang is het werkje met de bisjes. En vooral oefen je.